Zo. Wat was hem ook? Wij kunnen in zaken Jack Spijkerman, voor wie met hem televisie zou willen maken en kijken, op dit moment nog niks zeggen. Maar er bestaat een kans dat over een week of vier hier meer over bekend wordt. Tevens wil hij bij deze de groeten doen. Nou, het is weer tijd voor het vaste onderdeel van de zondagavond van BNN. Dus tijd voor een flashback. Emiel Ratenband. Ja? In een kooi in Artis. En hem dan iedere dag even voeren, maar er niet meer uit. Dat zou ik wel een leuk item vinden om te draaien. Daar kunnen we je s'nachts voor wakker. Ja. Ja. Hij wil dus Emiel Ratelband in een kooi in de dierentuin. Ja, dat is wel onwijs moeilijk hoor, dat weet ik niet. Nou ja, laten we maar eerst uit zijn remslaap gaan halen. Dan zien we wel verder. Hij woont wel mooi. Ik denk dat ze de bel eraf gehaald hebben, zo te horen. Jack! Bart hier! Wakker worden! Het is nog vroeg! Nog een keer bellen. Ik heb een verrassing voor je! Ja, vind je het gek? Je zit in de slaap, daar word je bang van. Ik kan ze wel helemaal klem gezopen hebben. Dan word je niet echt 1, 2, 3 wakker natuurlijk. Hey Jack! Bart hier, ik heb een verrassing voor je! Ja, dat toch. Nee, echt! Kan je dit bord nog herinneren? Ja. Weet je wat het betekent? Ik ga weer slapen, ik kom vlug op. Doei! Het duurt maar heel even! Oh. Hij wilde niet. Nou, hij moet vroeg op. Hij gaat weer slapen. Dat is jammer. Hij zag er niet zo uitgeslapen uit. Oké. Hey, Miel. Ja? Nou, even... Schrik niet hoor, ik ben het. Hij werd wel wakker. Ja. Maar ook niet echt. Hoezo niet echt? Nou ja, ik klopte. Hij kwam kijken met een hele slaperige kop. En toen zei hij, ik slaap weer verder, want ik moet er morgen vroeg uit. Ja, nou en? Ja, hij ligt nu weer in zijn bed. Zullen we hem er samen uithalen dan? Ja, wat denk je dan? Zal ik langs het balkon klimmen, omhoog? Nou, het lijkt me niet zo'n goed idee. Ik bedoel, hij heeft duidelijk gezegd, waar kan ik je s'nachts voor wakker maken? Emiel Ratelband in een kooi met een kluif. Met een bot. Bananen, pinda's. Hier, alles. Ik heb alles geregeld hier. Tjaka! Wij hebben nu wel gelachen. Wij hebben genoten, of niet? Ik vind je goed. Mag ik er nou uit, of niet? Nee, of laat je mij erin? Ik laat je in. Ik ga je denk ik nu naar een dierentuin brengen. Hey. Hey, Jack. Stop je idioot. Goeienacht. Godverdomme, dat ze staan in te breken in mijn huis, man. Nee, natuurlijk niet. Ik ben het. Ja, maar wat doe je toch s'nachts, man? Ik heb een verrassing voor je. Het is 3:05. Ja, maar ik heb een verrassing voor je. Wie is die verrassing? Nou, weet je nog een tijdje geleden dat wij gesproken met elkaar hebben? Ja. Toen had ik zo'n heel mooi bord bij me. Kan je dat nog herinneren? Ja. Met die afkorting. Ja, ja. Wil je nu weten wat die afkorting betekent? 2:55 vrijdagavond. Ja? Ja. Het is wel iets wat ik s'nachts wil weten. Waar kan ik je s'nachts voor wakker maken? En weet je nog toen wat je gezegd hebt? Ik zou het God niet meer weten. Emiel Ratelband in een kooi. En dat je een bananen- en pelpinda's mocht voeren. Ja, ja. Weet je dat nog? Ja. Het lijkt me verstandig als je even je slof aandoet. Ik dacht het niet, Bart. Het is 3:55. Ik moet om 6:30 op, want ik heb opname voor mijn eigen programma morgenavond. Maar wil je niet weten wat ik geregeld heb? Nou, Emiel Ratelband misschien wel, maar... Maar je mag hem met banaan voeren. Ach, en dan mag je je bed weer in. Ach, ik wil die man helemaal niks meer voeren, joh. Ik heb zelfs rotte tomaten heb ik liggen. Ik vind het een moeite niet waard om daar mijn schoenen voor aan te trekken. Nee? Nee, dat vind ik de man niet waard. Dus doe jij het voor me. Je ziet het. Ik,
Doe het, gooi het er allemaal in, maar ik kom mijn deur niet vooruit. Had je nou maar wat anders gezegd? Ik was zo graag iets gezelligs met je gaan doen. Weet ik veel wat. Had ik maar gezegd, we gaan bier drinken midden in de nacht. Dan was ik met je meegegaan, jongen. Had ik je helemaal meegenomen. Maar voor ratelband ga ik niet, nee. Nee? Nee. Nou, dan ga ik hem toch bij een andere dierentuin afleveren. Ik zou het maar doen. Ja? Ja, doe het maar. Zo, hou je vast. Emiel, ik heb het geprobeerd. Ja. Hier is nog wat voer. Ja. Ze zullen heel goed voor je zorgen. Je bent tenslotte een uitstervend ras. En ik zoek je nog wel een keer op, hè? Kom je nog een keer, dan? Ja, sorry, hè? Doeg. Nee, niet sorry. Bedankt dat veel je me hier gebracht hebt. Veel plezier in de dierentuin. Hebt. Ik blijf lachen. Ja. Ik blijf roepen dat ene, dat is... Jacka!